Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van dat leuke computerspelletje waar je eigen pretpark kan bouwen. In het echte leven wil ik ook graag een pretpark bouwen, maar ik heb zeg maar net niet genoeg geld op mijn bankrekening en ik heb het een beetje druk met school. Dus ja, als iemand eventjes 1 miljoen wil doneren, dan kunnen jullie binnenkort allemaal naar de Befteling. Of andere namen voor mijn pretpark zijn misschien... Alibi, of Bobbeneland, of kut, ik weet geen pretparken meer, Toverland, of Toverland, of zoals ik het noem, Toverland, Landtover. In ieder geval, welkom bij Rollercoaster Tycoon 3, dat was de intro en daar moet je het mee doen, tenminste, je moet het helemaal nergens doen, mee doen, ik ben niet een soort YouTube-pooien van, Misschien heb je de intro geskipt door gewoon bam zo 30 seconden vooruit te klikken, want het begin boeit je geen einde flikker. Dan heb je het gewonnen in het leven. Een klein applausje voor de ene persoon van de 5000 die dat heeft gedaan. Ik ben er weer met de nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 Wild video. Wat een teleurstelling. Wist je nog de vorige aflevering? Waarschijnlijk niet. Je kan hem kijken in principe, maar het heeft heel weinig zin. De vorige aflevering was ik namelijk ook in dit level. En toen zei ik al van, misschien wordt dit het eerste level ooit in mijn Rollercoaster Tycoon 3 carrière. Dat ik gewoon moet verwijderen en opnieuw moet beginnen. Omdat het gewoon echt heel kut gaat. Of zoals ze dat zeggen in andere landen, heel vagina. Het ging gewoon echt heel slecht. Maar wij gaan wel vaker dingen slecht. Maar gewoon op een bepaalde rustige manier van slecht gaan, weet je wel. Van nou, dat komt beter, weet je wel. Dat heb ik wel vaker. Maar dit was gewoon echt slecht. Heel slecht, zoals mijn YouTube-video's zijn. Maar het was een YouTube-video. Verwarring. Fuck bomen, man. Fuck bomen, fuck Greenpeace, fuck doperten. Oké dan, in ieder geval, we gaan het dus nu anders aanpakken. Het moeilijkste gedeelte van dit park is namelijk, je moet een inkomen maken uit panda's. En het probleem is dus, panda's, heb ik eerder ook al een paar keer verteld in mijn video's, willen geen seks hebben. Gewoon, vinden ze gewoon niet chill ofzo. Dus ik ben een soort anti-panda. Wat je moet doen, zodra je 3 panda's in 1 hok hebt zitten, denken ze van ja, fuck die shit, wij gaan geen seks hebben. Er is een andere panda aan het kijken, jongens. Begrijpelijk, heb ik ook altijd als ik met mijn vriendin en een panda ben. Dan wacht ik toch even tot die andere panda weg is. Wat je moet doen, is je moet meerdere kleine verblijven maken met 2 panda's erin. In plaats van 1 groot fucking hok met 10 panda's erin. Dan moet je ze kinderen laten maken, alhoewel, een panda heeft een hele lange draagtijd. Je kan ook panda's kopen die half dood zijn. Ze dan een kwart doop maken en dan verkopen. Dus we moeten eventjes kijken. Wel leuk dat jullie kunnen zien hoe ik een pretpark bouw. Want dan hoef je niet zelf een pretpark te bouwen. Super chill. Je kan in principe zelf een pretpark bouwen. Een Befteling of een Alibi. Alleen dat kost heel veel geld. En het coole aan mijn YouTube video's is, ze zijn gratis. Dat is de enige reden waarom mensen kijken ook. Zeg maar, als mijn YouTube video's, nou pak hem eens beet, een euro per stuk waren, dan dachten mensen van ja, fuck die shit. Gratis? Tuurlijk. 1 cent? Fuck jou, Rick. En terecht ook. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. Dit is de Panda Sex Simulator. En aangezien zo weinig panda's seks hebben, zijn er vast veel mensen die willen weten hoe dat is, hè? En dan denk ik dus van, wauw, Rick, jij maakt deze poep gewoon helemaal gratis. Kan ik iets voor je terug doen? Je zou hem in principe een duimpje omhoog kunnen geven, maar dat hoeft niet. Maar het moet wel. Het kan. Wat we nu gaan bouwen is de enige echte, de one and only, dames en heren, wc. Want ja, die shit bouwt zichzelf niet. Wc, ik heb nooit een wc gezien die gewoon zichzelf aan het bouwen was. Behalve deze wc. Want dit is niet zomaar een wc. Dit is de zelfbouwende wc. Oh ja. In ieder geval, ik maak weer zo'n leuk filmpje over pretparken. En toevallig is deze jongen net terug uit de Efteling. Laat ik ook gewoon mijn park de Efteling noemen. Dat helpt helemaal niks. Alleen misschien is er iemand die denkt, hey, de Efteling. En dan krijg ik zeg maar iets meer bezoekers. Dat zou tof zijn. Als ik momenteel toch 6000 euro heb waar ik niks mee doe, kan ik best wel eventjes gauw wat leningen aflossen. Want ik heb voor mij flink veel rente staan inderdaad. Boom. Ik was bij de Efteling. En ze zeiden, Rick, verander de titel van jouw park in Rollercoaster Tycoon 3 naar de Efteling. En dan krijg jij van ons helemaal niks. Nee, tuurt niet. Weet je, deze serie is al zo fucking lang niet online gekomen. Als de Efteling op mijn YouTube kanaal komt, kijken ze 1 video en dan eindigen ze zichzelf. Dat is cool. Ik ben sinds vandaag, zeg ik, niet meer zelfmoord plegen. Klinkt zo negatief. Ik zeg nu voortaan jezelf eindigen. Klinkt gezelliger. En dat is wat we nodig hebben vandaag de dag. Meer gezelligheid. Bij het eindigen van jezelf. Ja, het is beter dan heel ongezellig jezelf eindigen, weet je wel. Die mensen heb je ook. In ieder geval, YouTube-video's maken, hè? Wat moet je ermee?
Ik wilde allemaal dingen zeggen. Oh, ik was er aan de Efteling geweest. En ik dacht, hey, weet je, aangezien ik filmpjes maak van pretparkspelletjes, is het misschien leuk om wat te vertellen over mijn ervaring in de Efteling. Alsof ik nog nooit in de Efteling ben geweest. Ik ben dus wel voor het eerst in de Baron geweest. Je weet wel, de Baron, gek jaartal. Ja, die attractie, gek jaartal. Daar ben ik in geweest. En ja, dan heb ik dus iedereen, daarna ben ik ook nog in alle andere achtbanen van de Efteling geweest. Behalve de, heb ik een achtbaan geskipt? Oh, ik weet niet eens. Heb ik een achtbaan? Voor mij ben ik alle achtbanen geweest. Oh, ik ben niet in Vliegende Holland geweest, want die is dicht. Dokter, Baron, dokter. Ik heb geen idee waar dit op staat. En dan ben ik dus in alle achtbanen geweest. Dus op het gebied van Efteling achtbanen ben ik nu officieel geen kenner, maar ik ben er wel in geweest. Dan heb ik dus voor iedereen een tip over de Baron. Ga niet in de Baron. Alsjeblieft, doe het niet. Oh, maar Rick, dit meen ik, hè. Ik meen het, ga niet in de Baron als je in de Efteling bent. Lijkt heel leuk, doe het niet. Waarom dan? Ja, als iedereen de Baron gaat, dan wordt de rij zo lang. Nee, is niet wat ik bedoelde. Ik ging in de Baron en voor de mensen die niet weten wat de Baron is, zoek het even op. Ik ben je fucking moeder niet. Ik kan niet alles gaan blijven uitleggen. Ik ben een toffe pik op YouTube. Ik leg wel eens wat uit. Ik leer je wel eens een dingetje. Maar je kan ook een keer zelfstandig zijn hoor, Egbert. In ieder geval, ik ging dus in de Baron. En super toffe coaster. Het is een coaster die ook wel een dive coaster genoemd wordt. Omdat je 90 recht naar beneden gaat. Zeg maar recht. En dan ga je dus het snelst dat je kan gaan in een achtbaan. Tenminste, je hebt de hoogste versnelling. Je hebt gewoon de versnelling van de zwaartekracht. Heb je ook nog achtbanen die gaan zelfs zo. Die hebben dan bijvoorbeeld een 110 graden. Maar dan ga je eigenlijk weer langzamer. Maar dan ga je zo op een half op de kop. Maar dan ga je... Het snelste is gewoon recht naar beneden. Je kan wel zo gaan. En dan denken mensen, oeh, nog sneller, nog gevaarlijker. Nee, het wordt juist eigenlijk weer minder. Zo, dat is een rant die ik eventjes had. Dit is een spin. Maar, omdat ik niet racistisch ben, noem ik hem insect. Insect incest. Zo, we hebben de titel voor de video meteen weer te pakken. Vind ik dat leuk. Soms heb ik het ook over, oh, ik heb een thumbnail voor de video te pakken als ik iets doe. En dan heb je dus een aantal mensen die de video wegklikken om te checken of ik ook echt dat als thumbnail heb gebruikt. Ik kan dat zien. Ik kan zeg maar zien wanneer mensen de video wegklikken. Dat is meestal gewoon meteen aan het begin namelijk. Dus het is heel voorspelbaar. Kut, dat is de ingang. Dan moet ik wel even van dat gekke ingangpad misschien gaan gebruiken, ja, eigenlijk. Zo, ja, het zijn niet de meest lange rijen, maar dat wil ik ook niet. Ik hou me niet van lange rijen. Niemand houdt van lange rijen. In ieder geval de Baron. De Baron gaat redelijk snel. Je hebt wel, in heel veel achtbaan heb je dat lekker gevoel van hoe in je buik. En in de Baron heb je dat, zeg maar, twee keer zo lang als in de gemiddelde achtbaan. En dat is relaxed, zou je zeggen. Is het ook wel. Maar nu komt dus het gigantische probleem. Ik ging daarna in de Python. Een andere bitch die over de kop ging. En daar voel ik dan gewoon niks meer bij. Het is gewoon van, oké, ik zit in de Python. Mijn leven. Ik zat er echt emotieloos bij. Alsof ik gewoon in de draaimolen zat. En ja, de Baron is dus eigenlijk gewoon zo awesome. Dat iedere andere achtbaan ooit in je leven minder awesome maakt. Het is een beetje alsof je seks met mij hebt. En dan is alle andere seks ooit. Dus ja, weet je, tuurlijk, ik heb seks momenteel. En toppie en zo, dat iemand seks met me wil hebben. Maar ik had een keer seks met Rick Serpent gameplay. Extra quote van mijn moeder. Dat is niet waar. Mijn moeder en ik, we wachten tot huwelijk. Ik ben een beetje in de war, want hier is wel een soort ding. Alleen, er is nog niks. En what the fuck is daar aan de hand dan? Dus, we bouwden gewoon dwars doorheen. Fuck dit, ik heb dit helemaal niet nodig. Graag toch allemaal de kleren. Of koop ze lekker zelf. Ga een keertje naar de zeeman. Ik eindig toch wel bij de andere klerenwinkel. Kinderen willen naar de Xenos. Noem me rat en ga naar de Xenos. What the fuck, dit nummer gaat nergens over. What the fuck, what the fuck. What the fuck, what the fuck, what the fuck. What the fuck, 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 fuck. What? Ja, Siske de Rat. Misschien zijn jullie er te oud voor. Ik heb die film is echt oud. Zeg maar nog voor mijn tijd. Alleen mijn basisschoollerares, juf Carla, die had Danny de Munk, de jongen die Siske de Rat speelde in die hele oude film, in haar klas gehad en vertelde ze iedere dag gewoon, hey Rick, alles goed? Ja, nou ik had Danny de Munk in mijn klas. Oké, juf Carla, relax, take a chill pill. En dat deed ze dan vervolgens niet. Ze relaxte niet, ze nam geen chillpil. What the fuck, juf Carla? Je ruïneert ons allemaal. In ieder geval, ik moet even gauw dit laatste stukje pad plaatsen, hoop ik. Geef me fucking geld! Koop shit! Met je geld, man! Voor de mensen die het zien, daarboven staat hoeveel geld ik heb. En ik kan even uitleggen hoeveel het is. Zeg maar net niet genoeg de hele tijd. Zoveel geld heb ik. Ik noem deze attractie ook gewoon Seks met Rick. Want dat wil niemand en iedereen tegelijk. We kunnen zien hoeveel mensen dat willen. Ik moet iets minder over seks praten en iets meer over Dex. Dat is mijn hond. Nee, maar oprecht. Ik meen wel oprecht wat ik zei over de Baron.
Het is een lekker achtbaantje. Alleen daarna zijn alle achtbanen gewoon kak. En dat is jammer. Misschien moet ik gewoon een beetje afkicken. Gewoon in minder achtbanen gaan voor de rest van mijn leven. Ja, boeien. Ik hoef deze uitdaging niet. Wat ga je me uitdagen dan? Ik wil geen challenge pranks, bro. Ik wil gewoon lekker dit spel spelen. Oké, dan. Het probleem is een beetje, in het begin van dit level, in dit spel, dus eigenlijk in het algemeen, je moet gewoon even geld maken. In het begin heb je een lening en die is zo hoog, die jullie net ook al zien, dat kost gewoon bakken met geld. En je moet die lening gewoon eerst echt afbetalen. Je moet eerst gewoon een beetje makkelijk geld kunnen verdienen. En dat doe je voornamelijk door gewoon een beetje grote rijen te hebben voor al je attracties. Oh, er is een attractie dicht. Gelukkig heb ik hier en daar wat monteurs. Ik kan even naar mijn maandelijkse uitgaven gaan. Dat kun je hier namelijk zien. En die gaan gewoon hard. Er gaat gewoon heel veel geld weg voor onderzoek. Natuurlijk, onderzoek. Hoe kan ik dat vergeten? Onderzoek staat nog op 200 euro per maand. Die moet je eventjes gewoon in het begin op 0 euro per maand zetten. Onderzoek is leuk, weet je. Ik kan weer seksgrapjes maken. We kunnen ook gewoon niks zeggen. Doen we dat eventjes. Onderzoek is leuk. Alleen, het kost gewoon echt heel veel geld. Ja, in principe is onderzoek heel veel geld. Werknemerssalaris valt eigenlijk nog wel mee. En de rente op de lening, ja, 100 eurotjes in de maand. Of nou, 200 euro in de maand. Dus hakt hier ook gewoon heel flink in. Dus je moet eigenlijk in het begin heel saai gewoon geld verdienen en je lening afbetalen. Dat zijn ook van die dingen die je eigenlijk het echte leven zou moeten doen. Maar dat doet niemand, want fucking leningen betalen is toch fucking saai. Ik ben hier ook voor mijn plezier, dames en heren. En iemand heeft wel in de rij gekotst. Dat mensen staan er ook gewoon in. Ik weet niet hoe dat werkt bij een echt attractiepark als mensen in de rij kotsen. Dat mensen dan denken van nee, ik ga niet in de rij. Of ja, ja ik sta al in de rij. Fuck die kots. Ik weet niet, misschien moet ik gewoon een keer kotsen in de rij. Zet ik het op YouTube, heb ik weer een paar views. Pam! Oké, dan. En dan denk ik even nog een klein beetje geld uitgeven aan een voedselkrampje. Want ja, voedsel eet zichzelf niet. We kunnen ook even gaan een beetje entree op het park gooien. Kijken hoe dat gaat. Stel, we vragen 5 euro entree. Dat is niet heel duur. Ik ben ook wel eens ergens in geweest. 5 euro is te doen. Tenminste, er komt niemand meer in. Zie ik meteen alweer. Lijkt bezig. Maar kom op, even erin. Even. Dankjewel. 5 euro. Hoppakee. Ah, er komen nog steeds hier en daar wat mensen in. Ik denk dat we dan wat sneller money verdienen. Wat ook altijd een money magneet is, is het zwembad. We kunnen even kijken, maar dan moet ik echt weer een lening gaan aansluiten. Ik denk dat ik liever gewoon deze video even afmaak. Van ja, nu bijna, hij is bijna af. Volgende aflevering heb ik gewoon die lening afbetaald. Ik denk dat dat het beste is. Dan kunnen we echt even iets normaal, op een natuurlijke manier, zoals Godje het bedoeld heeft, panda's laten bonken. Dat willen we allemaal zien op YouTube, dus dankjewel. We kunnen een hotdogs bouwen, die is maar 300 euro. 300 euro, 300 euro, wat een geld, 300 euro. Ik noem hem ook gewoon 300 euro, want dat heeft hij ook gewoon gekost. Dat is gewoon een feit. Een leuke feit over 300 euro. Met 300 euro kun je één hotdogkraam kopen, of twee halve, of vier kwartjes. Weet je dat ook weer? Een goedkope hotdog voor 1,50. Ik heb in de Efteling, sponsortje, niet waar, vandaag nog 3,50 betaald voor een broodje Unox. Ja, was wel een lekker broodje. Zo in mijn keel en zo. Unox. Ja, was gewoon. Ik kan zeggen wat je wil. Maar was wel een lekker broodje. Rick, heb je nog goede verhalen? Ja, nee. Maar we zijn wel in de Efteling. En dat is fijn. En de volgende aflevering zeggen: welkom in de Efteling. Ik weet trouwens, er is ook een rollercoaster game van de Efteling. Echt zo'n hele lelijke Nederlandse versie. Het is een soort Rollercoaster Tycoon 3 mod, zou je kunnen zeggen. Waar je dus eigenlijk alleen maar Efteling-attracties kan bouwen. En ik heb die game nooit gespeeld, maar stel er is een kijker die hem thuis hebt liggen. Voor mij is die game vet kut, dus stel er is een kijker die hem thuis hebt liggen. Je mag hem in principe naar mij opsturen. En dan ga ik hem spelen. En dan iedere aflevering zeg ik dat ik van je hou. Dat moet nog even overleggen of ik het iedere aflevering zeg. Ik ga het een keer opnoemen dat je een toffe pick hebt. Niet bent, nee, je hebt een toffe pick. Serieus, als iemand die game heeft liggen en er niks mee doet, geef hem aan mij. Dit noem ik niet kokosdrankjes, maar kokos, kokos. Kokos, kokos, locos. Locos, pokos. Pokos. AIDS. AIDS. Dat is heel grappig. Dat is niet echt waar, maar het is toch een ding, hè? Het is toch een dingetje, AIDS. Nee, wat een beetje ding is met AIDS. Dat, mijn gevoel heeft niemand AIDS. Maar het is dus wel zo. Het is gewoon echt een levensbedreigende ziekte. Alleen niemand heeft AIDS. Zeg maar, niemand, voor mij zegt niemand dat hij AIDS heeft. Niemand komt gewoon van, yo, mam, pap, ik heb, ja, misschien tegen je ouders wel, maar niet gewoon, hey Rick, ik heb AIDS. Dat is gewoon niet cool. AIDS is gewoon niet chill. En vooral omdat mensen dan heel bang van je worden om je aan te raken, te knuffelen, seks met je te hebben en zo. Dat is gewoon niet chill. Doe nut donut. Als in doe niet donut noem ik hem wel. Doe niet donut. Oké, nou. In ieder geval, ja.
Weet je, ik heb dat heb ik heel het gevoel. Heel veel mensen in Nederland hebben AIDS. Alleen ik, niemand kent iemand met AIDS. Want dan denk je, ja, AIDS. Ga je niet aan je vrienden vertellen. Yo, vrienden, alles goed? Ja, AIDS. Nee, dat is gewoon niet handig, denk ik. Ik weet het niet, want ik heb geen AIDS. Tenminste, dat zeg ik niet tegen jullie. Wahaha. Alsof het een soort supercool geheim is of zo. Nee. Het is gewoon niet chill. Nog steeds. Dus ja, eigenlijk moet ik het ook niet als scheldwoord gebruiken. Maar het is dan een geaccepteerd scheldwoord. Sowieso is de Nederlandse taal fucked up dat wij zoveel ziektes als scheldwoorden gebruiken. Echt, als je vertelt Engelsman maar eens dat het ergste wat je in Nederland tegen iemand kan zeggen is dat hij een cancer whore is. Doe maar gewoon. Lekker pizzaatje, pizzeriaatje. Lekker pizzaatje. Lekkere pizza van de pizzeria. De lekkerste pizza. Dat is ook 300 euro. Maar ik ga mijn hele sexy naam geven. Namelijk gesmolten kaas. Het is wat het is, dames en heren. Ik vind dit trouwens wel een soort cool design voor mijn eethoekjes, als ik het nu doe. Want ik vond het zo saai om alles op een rij te hebben en dan was het erachter zo leeg. Dus ik dacht, hé, ik doe het zo. Hè? Ik moet echt even wat extra schoonmakers inhuren, zie ik alweer. Deze mechanic is heel verdrietig. Geven die een opleiding, hè? Altijd als mensen verdrietig zijn, gewoon een opleidingje geven. Worden ze weer blij. Ik snap het ook niet helemaal. We maken van deze video een 20 minuten special. Ja, nu mag je helemaal een duimpje omhoog doen. Deze serie wordt helemaal niet bekeken. Ik doe het ook alleen maar voor mezelf. En dan kan ik grapjes kan maken over de Berteling en over mijn pik. En dat wordt gewaardeerd. Je kan een duimpje omhoog doen. Had ik dat gezegd? Tuurlijk. Rick Huidbeck. Oké, cool. Chillax, kijker. Hebben een nieuw drankjeswinkeltje, denk ik. We hebben daar al een kokosdrankje. Maar misschien zijn mensen allergisch voor kokos. Dan moet je meer alternatieven hebben. Zoals frisdrank. Als ik aan frisdrank denk, denk ik er ook aan Freek Vonk. Dus dan noem ik hem Freek Vonk. Freek Vonk Stank. Zo. Als je niet weet wie Freek Vonk is, abonneer dan op mijn kanaal. Ik heb heel veel video's waarin ik Freek Vonks naam noem. Ik ga niet echt niet uit wie die is, maar ik noem zijn naam. Dit was zo'n bitch. Met goed te klikken. Zo dan. Een vruchtensapje, een vanille milkshake, een watertje en een blikje water. We hebben een water en een blikje. Ik snap er ook niet van. Gooi even wat versieringen neer hier. Hele kleine versieringen alsjeblieft. Zoals robots. Fuck deze shit. Fuck logica ook. We hebben gewoon twerkende robots. Wat wil je nog meer? Nee, maar oprecht. Laat even een reactie achter wat je nog meer wil. Dan fix ik dat ook. Ik denk dat we nu in ieder geval een soort van een park hebben gemaakt waar ik een soort van geld mee kan verdienen. Die katapult mag zelfs wel iets duurder. Ik moet gewoon een beetje mijn attracties zo blijven instellen aan de andere kant dat ik een soort van geld verdien. Een soort van mijn lening afbetalen en dan een soort van een hoerenhuis beginnen. En dan een soort van zeggen dankjewel voor het kijken naar deze aflevering, maar we hebben nog een soort van 2,5 minuten vullen. Weet je, als ik dan zeg ik maak er een lange 20 minuten aflevering van, en moet ik er ook een lange 20 minuten aflevering van maken, of niet dan? Ja. Vind ik zelf wel, in ieder geval. Ik ben een rare jongen, met een passie voor tongen. Hotdog, pizza, donut, fris. Mijn inspiratie is op en ik wil geld sparen. Geld sparen voor mijn toekomst. Geld sparen voor mijn kinderen. Oh, die draaier is niet zo duur. You spin my head right round, like a rocket baby, baby, right round, round. Hier is het wel gewoon plat. Ik ben iedere keer in de hoogte aan het bouwen en zo. Dat zijn maar, ja, je moet. Haha. Ik doe iedere keer wel het Hawaïse thema. Waarom? Dat vind ik gewoon gezellig. Oh nee, ik heb schulden. Dit zat eraan te komen. Nou, ik weet niet. Ik weet niet of het er echt aan zat te komen. Maar het fijne is nu wel dat ik kan hem zeg maar een soort van open gooien. Ik moet de rij nog even wat langer maken, maar hij kan een soort van open. Draai ding, weet ik veel. Of ik noem hem gewoon oh my god. Oh my god. Dus haakjes oh. Mijn glitter. Wauw. Dat zou waarschijnlijk iets zijn wat Virtue, de YouTuber, ooit heeft gezegd. En ja, dat vind ik gewoon mooi. Ik wist niks anders met een G. Oh my groenteboer. We noemen hem groenteboer. Fuck glitter. Oh my groenteboer. Dat is wanneer je een hele goede groenteboer hebt. Zijn maar zegt, oh ik weet niet wat ik wil eten groenteboer. Dan moet je even een banaantje nemen. Neem je een banaantje mee naar huis, stop hem zo in je bek en dan, wow lekker. Oh my groenteboer. Het wordt een ding binnenkort. Voor een ding. En dan wil je de eerste erbij zijn. Dat niet in één keer iedereen. Oh my groenteboer. En jij is zo. Wat? Nee. Wees er snel bij. Zelfs echt groenteboeren bestaan ook amper meer. Wie de fuck gaat er nog naar een speciale winkel voor groenten? Fuck die shit. Ik eet niet eens groenten. Heb ik nou weer een speciale groentewinkel voor nodig dan? En nergens voor, want ik eet geen groenten. Goed zo. Moeilijke puzzels dit. Ja, zie je. We gaan die lening langzamerhand soort van een klein beetje aflossen, dames en heren. Hoppa. Even kijken naar deze aflevering. De Panda Sex Simulator is kapot. Ik ga nog even door. Niet met seksen, maar gewoon met dit park bezitten.
Ik moet zo meteen sowieso die entrader even afgooien. Maar dat, ik denk, ja, momenteel maak ik gewoon money op een manier waarvan je denkt, ja, money. €400 aan attracties per maand is al gehaald. We moeten nu panda's gaan bouwen en een minimale achtbaan. Een achtbaan met een minimale spanning van 5. Deze keer gaan we het level zeg maar niet halen, maar dan zeg maar wel. Ik ga even schat 1000 afbetalen van de leen. Dat mensen zien van, wauw, deze jongen gaat de goede kant op. Dan betaal ik 1000 af, moet ik weer minder rente betalen. Dus de volgende 1000 afbetalen zal als het goed is iets sneller gaan. Hoop je. Boom. Nou ja, even kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. G. Of glitter of groenteboer. Tot de volgende aflevering, stelletje groenteboeren. Dank je wel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Voor mij is dit mijn eindscherm. Ja, dat ben ik in een achtbaan. Ik ben een baron. Illuminati confirmed. Doe een duimpje omhoog of niet. Dank je wel voor het kijken. Hadoi.